Bergkamp zei het al. Waarheen, waarvoor? We zijn hier met de rubriek Langs het Kanaal en we gaan even wat mensen ondervragen. Of we gaan wat vragen aan mensen stellen. En veel mensen komen van hun werk. Ik wens u veel kijkplezier met Langs het Kanaal. Waarheen, waarvoor, zong Mieke Telkamp. Ik vraag aan u, waar komt u vandaan? Waar gaat u naartoe langs het kanaal? Ik kom nu vanuit Westhaven, van het Rijkswaterstaatgebouw. En ik ga op weg naar huis, naar Harmelen. Harmelen, dat is eind weg. Fiets u zo lang? 40 minuutjes. Bent u zo sportief? Nee. Nee, ja, het valt wel mee. Ik vind dat sportief. Ik ben niet anders gewend. Dus nee, het fiets wel lekker. En snelweg is een andere optie, maar dat vind ik minder leuk. Dus, is het ontspannend langs het kanaal? Ja, zeker. Mooie route. Dus weinig verkeer. Weinig opstoppingen. U doet het elke dag? 3 dagen in de week. Ik werk 3 dagen. Vind je het leuk om langs het kanaal te fietsen? Ja, er is lekker veel wind. Ik heb wind mee, dus ik ga zo snel mogelijk. Waar ga je naartoe? Ik ga naar de Meern. Dat is een eind weg. Ja, op zich wel. Hou je van fietsen? Ja, op zich wel, ja. Op zich wel? Ja. Hoe lang moet je fietsen erover? 20 minuten. Oh, dat is eigenlijk vrij kort. Ja. En waar ga je naartoe? Ga je naar je oma? Nee, ik ga naar een vriend. Wat vind je van de wijk? Ik ben zeg maar vooral binnen, maar als ik naar buiten ga, dan zit ik zeg maar bij voor mijn straat. Dan gaan we spelen met een paar jongens voetballen. Dus ik vind het wel leuk. Vind je een leuke wijk? Ja hoor. Vind je er voldoende te doen voor mensen van jouw leeftijd of zou er meer gedaan moeten worden? Nou, ja, er is wel veel te doen op zich. Het is een energieke wijk? Ja. Ik wens je veel energie. Dankjewel. Vindt u het leuk hier? Vindt u de wijk ook leuk? Woont u in Kanaaleland? Ja, ik woon hier in de buurt, ja. Hier achter die flat. Wat vindt u van de wijk? Nou, mooi. ik werk ook in de wijk. Waar werkt u? Ja, in een winkel. Ja. In Leidterrein. Ja. Terwijde. U loopt u elke dag even met de hond, met uw man? Nee, hij loopt meer. Ik werk en hij is met pensioen. U bent met pensioen, meneer? Gelukkig, ja. Ja. Is dat een beetje relaxed? Ja, veel beter, ja, nu. En u loopt elke dag even met de hond? Ja, zeker. 'S middags loop ik altijd een 3, 4, 5 kilometer. Hoeveel? 3, 4, 5 kilometer. Dat is een hoop. Ja, dat is even nodig. Ik ook. U bent iemand die goed fit wil blijven? Ja, het is wel belangrijk, hè, bewegen. Vindt u het kanaal niet ontspannend? Ik vind het ontspannende invloed op me hebben. Ja, wij zitten ook op 10 hoog, net hier achter ligt. En we kijken uit op het kanaal en dat is gewoon relaxed, want het blijft leven. Hele goedemiddag, meneer. Ik vraag altijd, waar komt u vandaan? Ik kom van Westhaven. Ja, je ziet hem nu niet, maar dat grote zwarte gebouw wat achter bomen staat, van Rijkswaterstaat. En daar werkt u? Daar werk ik, ja. En waar gaat u naartoe? Zuilen. Dus ik fiets helemaal langs het kanaal, even bij Oog in Al eraf en dan bij de Laan van Nieuw-Guinea weer het kanaal langs. En dan helemaal naar die grote gele, of onder die grote gele brug door, naar richting Amsterdamse Straatweg. Wat trekt u aan het kanaal? Geen stoplichten vooral. En het is gewoon wel fijn om langs het water te fietsen. Is het ontspannend? Nou, ik fiets hier dagelijks, dus de echte ontspanning is wel een beetje weg. Het is vooral, ik probeer vooral zo hard mogelijk te fietsen. En als het waait, wat het hier nog alles doet, dan is het niet echt ontspannend, meer inspannend. Maar het is wel fijn om even het hoofd leeg te maken. Als je vooral dat is dus toch ontspannend eigenlijk? In die zin wel een beetje ontspannend, ja. Klopt. Ja, het is aan het water, hè? Het water heeft toch een bepaalde invloed op je. Ja, het is fijner dan wanneer je ook nog langs een drukke weg moet fietsen en om de havenklap stoplicht op moeten letten dat er van links en van rechts verkeer komt. Dit is wel fijn fietsen.